In Ik Vertrek volgen we mensen die op het punt staan te emigreren. Ondernemers in hart en nieren zijn het. Erika Renkema en Martien Nijland. In Noordwijk runnen ze al jaren een goedlopende woonwinkel. Martien en Erika zijn al bijna 25 jaar bij elkaar en hebben meerdere bedrijfjes succesvol uit de grond gestampt. Ook nu vinden ze de tijd rijp om iets nieuws op te zetten. In Frankrijk zullen ze een chambre d'hôte beginnen in een statig kasteel. Nou! Hallo! Ik moet een cadeau voor een man hebben. Hebben jullie wat voor een man? Oh. Nou, gewoon een fles wijn. Ja, Franse wijn. Graag is een fles Franse wijn. Samen met hun dochters Montana van 12 jaar, Maxine van 10 en hun hond Lissy zullen ze aan het eind van de zomer hun intrek nemen in Château de la Brosse. Voor de meiden is de verhuizing naar Frankrijk een spannende gebeurtenis. Hoe is het eigenlijk met hun Frans gesteld? Kunnen ze zich al een beetje verstaanbaar maken? Nou, oui en non en concierge. Well done. Comment? Well done. Non, n'est pas rouge. À point. Seigneur, seigneur, rouge? N'est pas rouge. Brun. À point ou bien cuit? Ja, zo. Ja, medium. À point. Oui. Oh, ja, ik heb helemaal nog niet getikt. N'est pas rouge heb ik gevraagd. Maar meer weet ik niet. Ik zeg brun, brun. Wat is goed voor jou dat je dat zei van n'est pas rouge. Ja, oui. Ik ga toch geen rauwe tartaar met een rauw ei eten? Wat is dit? Ja, schat, dat heb jij besteld. Ja, nou, ik heb gezegd n'est pas rouge. Helemaal rauw. Ja. Ja, maar ja, als zij bestelt gewoon maar wat. Nee, ik heb het gewoon duidelijk gezegd. Maar wat had jij dan? Ik had een heerlijke grillé, viande grillé. Ja, het is gewoon rauw. Rauw ei en rauw gehakt. Nou, waar gaat het over? Is dat haute cuisine? Ik vind niks. Dat kan toch niet? Madame? Ja, je moet gewoon zeggen, je veux gebakken. Dat is gewoon. Hoe heet ook weer gehakt? Viande. Viande haché. N'est pas saillant, mais brun. C'est un steak tartare. Oui. Can you put it in the kitchen? On the fire? Oui. Relay? Rillet? Oui. Oui. Aussi l'œuf. L'œuf aussi. Merci. Fumé. À la fumée. Viel me echt mee. Ik dacht 2 uur. Ja, ik dacht niet. Twee fles water bij me. Nee, maar, het ging goed. Dan rij je nu. Dus we kunnen met sleutels. Er komen nog veel meer, hoor. Ik weet niet wat dit allemaal is. Ja, nou ja, we zien het zo. Rechtsaf. En dan hebben we. Kijk. Oh, nee, shit. Ja, wel. Oh shit, ik rijd verkeerd. Ik rijd verkeerd. Ik dacht dat het daar ineens niet was. Nou, even hier. Nou, ik zou. Nou, kijk, daarboven ligt het. Daarboven ligt het al. Ik weet het. Wat een drama. Dat hebben wij weer. Ja, dat klopt. Je hebt dit stukje nog, dat was ik even vergeten. Kijk. Met de auto. Nou, hé. Oh ja. Oh, wat staat het hoog. Erg. Ja, trek nou, eens aan. Zo het. Dit dan? Sesam open nu. Sesam open nu. Ik dacht dat het veel groter was. Vind je niet leuk, de groen? Ja. Nee, het valt me zo mee. Ja, dit moet dus ook inderdaad allemaal gestuukt. Ja, dat wist ik. Weet ik ook allemaal helemaal niet meer. Erg. Ja, jullie maken er wel wat van, denk ik. Kijk dan. Moeten alle wel uit, hoor. Je hebt hier eruit dan erin, hoor. Ja, maar renoveren. Om het weer glad te krijgen. Ja, dan moet stukken doen. Oh. Stukken doen of die grote zakken van het witte spul. Ja. Ja, ik weet het. Dat spul, dat ken ik wel. Maar in het erop zit. Ja, vreselijk. Het is half elf. Ja, wat is het? Nou, dat duurt zo lang. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik ga even kijken waar ze blijven. Als het zo al begint. Dit noemen ze nu de Franse slag, Martien. Ja, ik weet het. Daar zullen we natuurlijk wel aan moeten wennen. Maar ja, ik bedoel zo'n eerste dag. En dan ben je hier om 10 uur. Nou ja, dan komt er gewoon weer niemand. Ja. Kijk, en ik bedoel, we moeten straks ook terug naar Nederland. En ik heb geen zin om vannacht laat thuis te komen. En we zijn niet 1, 2, 3 hier klaar natuurlijk. We moeten dat hele gebouw door, 2 huisjes door. Dus, nou ja.
Ik hoop dat ze wel snel gaan komen. Blij dat die vrouw erbij is, hè? Want ik bedoel, dat anders werd het niks hoor met mij. Dat is niet waar. Nou, dat is wel. Het gaat nu makkelijker. Ja, ja, het gaat makkelijker, laten we eerlijk zijn. Maar anders zeg je ook. Nou, ik weet het niet. Het is belangrijk dat je elkaar begrijpt wat de bedoeling is. Want die meneer die was beneden in de keuken. Die dacht, nou, dan moet hij een hele professionele keuken in. Dus die wou al weten wat voor apparatuur allemaal. Ik zeg, nou, gewoon cuisine familiaal. Nou, toen was het helemaal duidelijk, weet je wel. Nou, dat, dan weet dat je, zeg je toch zelf? Nou, dan kom je toch zelf op uiteindelijk. Dat toevallig wel, maar, ja. Dat bedoel ik. Ik denk, ik zat net te denken. Je ziet hier veel oude mensen lopen, maar nooit al rollator. Hebben ze het hier niet? Volgens mij niet. Nee, ik denk dat die mensen... Die kunnen jullie hier invoeren. Nee, maar weet je, het wordt in Nederland te makkelijk gemaakt voor de oudere mensen. Dat, je kan gewoon zo'n rollator aanschaffen en dan heb je een rollator. Maar hier doen mensen hier dat niet. Hier heet zo'n olijfolie, dan heb je geen rollator nodig. Nee, precies. Ik dacht dat het goede handel voor jullie was. Oh, die invoeren. Gaan we de markt staan met rollators? Die hele hal vol rollators en dan verkopen. Nou, we gaan eerst even leuk kamers vuren en dan gaan we in de rollators. Chateau Rollatore. Ja, precies. We kunnen toch even dit inladen en dan een bakje doen? Het is hartstikke vroeg volgens mij. Het is 7 uur. Nou, dat bedoel ik. Nou, wat een weer. Nou, maar het is nou gedroogd. Ja, nu. Ja, weet je hoe het geregend heeft vanmorgen? Nou, niet zo erg hoor. Jawel. Your kids, wel waar. Het heeft gegoten. Geokweerd. Ja, onweer. Het heeft heel erg geregend, man. Ja, maar niet van die plantpijlen. Nee, maar wel heel... Weet je hoe rot het is als je moet verhuizen? Ja, nou ja. Dat hij is helemaal zeiknat. Ja, dit is nat. Niet zoiets. Kijk. Wil je op de post? Oh, is ook een aangetekende. En allemaal leuke reclame dingen. Voor je. Die sleutel. Ja? Oh. Oh. Lekker, hè? Ze eindelijk thuis. Nou, vond je lekker eruit? Oh, we ziet het er goed uit. Kind, lekker eruit. Lizzie, zijn we lekker thuis? Heb je buikpijn? Ja, dat is allemaal spanning. Tot dan. Lekker. Oh, lekker open. Gelijk de bank naar buiten. En dan gelijk de koelkast staan. Bier erin. Rosé erin. Oh. Oh, geef niks. Geef niks. Lizzie, eten. Kom. Die is toch van ons, dus het maakt niet uit. Domme. Oké. Het is echt zonder een boel. Geweldig. Wat vind ik het? Martien heeft wel eens een leukere verjaardag gehad. Zonder ruzie met stellingkasten. Ah, nee hoor, niet echt een verjaardag. Nee, eerst even pauze. Eerst pauze met taart en nou ja, dan zien we wel weer. Ja. Ja. Oh, wat gezeik steeds met die wegen. Nou joh. Lastig. Dat moet toch eerst dan vieren, los. Denk je? Ja, dan ga ik nou niet met dat weer doen. Het is ook niet zo, dan wordt er niks te langer van. Nee. Oh, lekker in het Frankrijk. Erg, hè? Zie ze gaan. Wacht even op mij. Ja, tuurlijk wacht ik. Ik heb niks gesloten hier. Hij brandt ook. Oh. Goed gedaan. Nou, wat is het goed. Geweldig. Ja. Dus daar komt de kroonlucht. Ja. Ja, wat goed. Wat is het lekker licht. Dan doen we daar gewoon een leuk stuk hout in. Nee, en dan krijgen we het ook warm. Nee, dat wil dat niet. Dat niet. Ja, dat wil wel. Daar kan je wel in stoken. Nou, dat bedoel ik. Dat is veel te veel gedoe. Dan loop je de hele dag van kamer naar kamer met allerlei houtblokken. Ja, nee, maar je zet allemaal hele leuke oude mannen in. Met allemaal hout. We hebben hout zat. Ja, nog wel. Dus daar hebben we zo. En weet je wat zo grappig is? We zijn nu dus bij de tweede kamer met zo'n schaal. Wellicht zit er in deze kamer. Nee, die ook, denk ik. Ook zo'n schaal. Nog meer kosten. Ja, en geen warmte. Erg, ja. Twee lantaarnpalen of zo. Wel, nee. Wat hij nog niet gezegd heeft. Ja. Nou, het lijkt er wel. Met licht! Ja, het is elektriciteit. Kijk maar. Erbij. Nou, doeg! Voorzichtig met de caravan. Dag. Doeg! Nou, enig. Te weinig tijd. Wat is het? Ja, hier ook 9 maanden aan het werk geweest. Die kinderen zijn nooit wat leuks met ze kunnen doen. Een uitje was met ze naar de supermarkt. Ja, het is zielig. Als je dan vraagt van bel nou even als de gasten zijn, dan bellen ze niet. Nee, dan zijn ze niet. Nee, maar dan zijn ze misschien waarschijnlijk ons gewoon aan het treiteren, omdat ze niet mee mogen hierheen, naar de supermarkt. Nee. En toen zeg ik, nou, ze hebben het niet van eer, want eer is de allerliefste die er is. Nou, dan houden we het daar maar op. Nou, we gaan, we moeten gauw koken. Ja.
En daar geniet ik zelf ook van. Jij niet, Inge? Jawel, ja, ja. Enig. Ik had het ook zo leuk vind aan dit soort werk, dat de mensen die komen, die zijn al vrolijk, want die gaan op vakantie. Dus die komen al in een goed humeur hier binnen. En dan komen ze hier en dan zeggen ze, wat hebben jullie een werk gehad? Maar wat ziet het er goed uit? Nou, en dat geeft heel veel voldoening. Wij zijn al van die types die helemaal niet zo laat naar bed gaan, of gingen. Dus en met horeca dan, ja, moet je toch eigenlijk wachten totdat de laatste gast naar bed gaat. Nou, ze hebben toch een sleutel? Ja, dat weet ik wel. Maar ja, ik weet het niet, dat vind ik niks. Ik wil liever wachten tot iedereen gewoon de trap gepasseerd is en de corridoren gaan. Ja, jij ligt dan al. Nee. Ja. Ja, maar ik denk ook niet dat je dat hoeft te doen. Mensen kunnen gewoon hun gang gaan. Ja. Nee, Dus nou ja, joh, we zien het wel. Weet je wat, volgens mij zijn ze wel klaar nu met het voorgerecht. Als jij nou eventjes die soepkommen weghaalt, dan doe ik even het voorgerecht klaarmaken. Ja, doe jij nou even die soepkommen weghalen? Nee, jij wou tabelen dood. Ik heb het geprobeerd. Ik doe het niet. Nou, wat is dit nou even om? Ik doe zoveel voor jou. Jij wou tabelen dood, dus jij doet het. Oh. Ik doe andere dingen. Nou, dan doe ik het wel weer. Ik vind het gewoon helemaal niet leuk om te doen. Nou ja, dan moet je elke keer zo forceren. Dat is ook niet leuk. Hij vindt het wel leuk. Nou, dan ben je toch klaar. Maar dan moet hij niet steeds tegen mij zeggen van... doe jij het? Ja, het was laat gisteravond. Ja, het was 11:30. Half 12 later. Maar... dat heb je in de horeca. Dat, ja, maar dat breekt mij wel op, hoor. Ik vind... ik kan het gewoon helemaal niet goed handelen, dat hele late naar bed. Vroeg eruit en vroeg erin. Nou ja, en nu is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Nu moet je gewoon toch blijven dat de mensen zeg maar richting bed gaan. Dus ja, en dat valt me toch wel heel erg tegen. En, dus ik denk niet dat het een lang bestaan heeft hoor, dit gebeuren wat wij hier nu doen. Ja, nou ja joh, er is altijd werk. Mensen die in Nederland zeggen er is geen werk, nou daar heb ik altijd zo'n schurfthekel aan. Nee joh, er is altijd werk. Kan niet. Oh ja. We gaan eerst even naar de Rosé. Wat gaan we doen? Spoelen. Ja, we zijn niet op de camping. We zijn niet op de camping. Wat gaan we doen? Rosé, kom, we gaan drinken. We zijn niet op de camping. Kom. Spoelen. Ja, nou, dat is toch anders. Ja, misschien heb jij niet zoveel gevoel. Ja. Nou, Lizzie, dat vind ik wel erg. Dan weet je, dan kom je terug in Nederland, dan ga je naar het strand, maar dan moet ze hond wel weer aan zo'n band. Ja, dat is alleen nu. De hele winter kan ze natuurlijk los, hè? Ja. Ja, maar het is ook zo. Ja, Nederland is een klein land. Je moet met iedereen rekening houden. Wat een oude hoer. Niet zo hard slaan.